Waarom dacht hij, ik ga toch weer terug? Nou, we hadden het net over een aantal dingen. Hè? Dat de macht verschuift in de wereld. Mm-hmm. We hebben klimaatverandering, waardoor je droogtes, bosbranden. Je ziet van alles gebeuren. Voedseltekorten. We krijgen steeds meer mensen, maar er gaan ook steeds meer mensen met honger naar bed. Er gebeuren in de wereld heel veel dingen. We denken vaak dat onze problemen heel Nederlands zijn. Maar eigenlijk zien we het. In alle landen zien wij ook politieke spanningen ontstaan. Door al die veranderingen zie je ook onzekerheden ontstaan. En als mensen onzeker zijn, zijn ze vatbaarder voor complottheorieën. En we praten heel veel over die problemen. En ondertussen zie ik in mijn eigen omgeving hoeveel oplossingen er ook zijn. Hoeveel kracht er in Nederland zit. Dat ziet u in uw eigen omgeving in het bedrijfsleven bijvoorbeeld? In het bedrijfsleven, in de samenleving zie je dat. En dan denk ik, ja, als iets belangrijk is, is het politiek. Is nu belangrijker dan ooit. Ja, en dan denk ik, dan wil ik daar eigenlijk toch aan meedoen. Toch wel. En hoe gaat dat dan? Heeft u zelf besloten om terug te keren en belt u Mark Rutte? Belde Mark Rutte u? Hoe werkt dat? Nee, ik werd gepolst of ik interesse had. Door? De partij, zoals dat dan heette. Mm. Je hebt een partijbestuur en je hebt actieve politici. Partijbestuur is wat minder zichtbaar, maar daar word je dan door gepolst. En toen moest ik erover nadenken, omdat het... Als je werkt in een bedrijf, dan werk je samen aan iets heel positiefs. Je hebt één doel, daar maak je plannen voor. Hoe gaan we dat bereiken? En iedereen gaat daaraan meewerken en dan gaat er wel eens wat mis. Maar goed, dan zet je het weer op de rails en dan ga je verder. En DSM is een hele positieve omgeving om voor te werken. En als ik dan die politiek aanzet... Ah. Ja, kijk, hier zie ik nog een beeld waar gelachen wordt. Maar dat wordt er niet meer. Nee, als je het hebt over een positieve omgeving... Ik bedoel, er is ook veel veranderd volgens mij sinds 5 jaar geleden. Het klimaat ten opzichte van politici... is buitengewoon grimmig op dit moment. Heeft u geen seconde daarover getwijfeld? Vast wel, toch? Zeker, heel erg. Ja, ik dacht heel erg, ik zit nu in een positieve omgeving... en dit is toch een veel omgeving wat veel meer op beschadiging van mensen... Ja. Minder oog op de bal. Maar vooral ook, het gaat heel erg veel over de actualiteit... waardoor die langere lijnen en de oplossingen die echt nodig zijn... voor die grote verschuivingen. Nou, als we kijken naar energie. Hè, we moeten echt over op andere energie. Hoe doen we dat? Terwijl we dan ook onze industrie in Nederland... die we willen houden, dat we die ook houden. Dat we de kennis die we in Nederland hebben, dat we die ook houden. Dus dat zijn vraagstukken die zo belangrijk zijn... dat ik dacht, ja, ik moet me ook niet laten weerhouden. Nou, daar kom ik zeker op de inhoud zo meteen. Maar toch, bijvoorbeeld, ik weet van een aantal jaar geleden dat u zei... van ja, niet alleen werd toen al op de man gespeeld, of op de vrouw in uw geval... ook bijvoorbeeld op je familieleden. Uw man kwam onder vuur te liggen. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, joh, ik heb een goed leven. Bekijk het maar met die politiek van Ja, dat is ook de eerste reactie die je hebt van... ja, moet dit nou bij mij op mijn bordje komen? Maar aan de andere kant denk je, ja, ik voel me ook gemotiveerd... om met die mensen die er ook zijn in de politiek... misschien zien we die niet iedere dag op televisie... maar er zijn heel veel mensen bezig met de oplossingen voor morgen. En heel veel mensen bezig die constructief voorstellen doen... hoe we Nederland kunnen verbeteren. Als we die krachten bundelen... dwars door alle politieke partijen heen. Ja, daar wil ik graag aan meewerken. De vraag zal ik ga nu stellen. Hij gaat u de komende weken nog veel vaker gesteld worden. Mark Rutte is nu al, ik weet niet hoe lang, bijna 12 jaar geloof ik, premier. In ieder geval lang. Er komt een dag dat hij weggaat. Bent u dan beschikbaar om hem op te volgen? Ja, ik kan die vraag ook niet beantwoorden. Waarom niet? Omdat wat ik ook zeg, als ik nee zeg of ik zeg ik heb die ambitie niet... dan zegt iedereen... Ja, maar dat is toch waar. Ze heeft het toch wel. Dus het maakt eigenlijk niet uit, maar ik heb die ambitie niet. En mijn ambitie is om fractievoorzitter te worden in de Eerste Kamer. En om daar te kijken, heel veel dingen die de afgelopen tijd aan de orde zijn geweest... ook in uw programma, die gingen over de uitvoering van wetten die te complex waren. Uitvoering wat radicaal misging, waardoor mensen echt in de knel kwamen. Dat is een hele belangrijke taak van de Eerste Kamer, om wetten te toetsen... op zijn ze uitvoerbaar, pakken ze eerlijk uit, zijn ze niet te complex. Nou, ik heb zin om daar mijn tanden in te zetten. Gaat u ook zeker doen, maar er komt toch nog een keer die vraag van... ja, hij gaat een keertje weg. En dan in 2015 zei u zelf, waarom zou ik geen lijsttrekker kunnen worden? Waarom niet? Dat is 7 jaar geleden. Ja? Ik weet helemaal niet of ik daar dan de aangewezen persoon voor ben. Of ik daar dan zin in heb. Zoals gezegd, ik blijf ook bij DSM werken. Want de Eerste Kamer is een part-time, 1 dag in de week. Net als de gemeenteraad of Provinciale Staten heb je daarnaast werk. Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij DSM. Het is een heel positief bedrijf wat heel veel innovaties heeft gericht op de toekomst. Dat past mij heel erg. Dus ik vind deze combinatie helemaal bij mij passen. Dus u gaat die vraag niet beantwoorden? Heb ik al een paar keer gedaan, namelijk ik heb helemaal die ambitie niet.